Goedemiddag, dit is het Weerginel van Weerplaza.nl. Morgen krijgen we te maken met regen en wind. En dat hebben we allemaal te danken aan een klein lage drukgebiedje dat zich nu ten zuidwesten van de Britse eilanden bevindt. Rond dat lage drukgebiedje komen een aantal fronten voor. En die fronten daar die liggen allemaal nog ten noordwesten van ons land. Vanmorgen heeft het koufront wel voor een beetje regen gezorgd in het noorden van het land en op de Waddeneilanden, eilanden. Maar vanmiddag was het uiteindelijk overal droog. Dit lage drukgebiedje dat trekt uiteindelijk over het noorden van Engeland richting het zuiden van Noorwegen. En wij komen dan tijdelijk in de warme lucht terecht en het koufront dat trekt uiteindelijk morgen in de loop van de ochtend van west naar oost over het land. Dat is allemaal goed te zien op de modelanimatie, want daarin zien we het lage drukgebiedje naderen en het koufront dat uiteindelijk morgen vroeg van west naar oost over het land gaat trekken. Dan wordt het uiteindelijk in het begin van de middag op de meeste plaatsen droog. In het noorden van het land zijn dan een aantal buien mogelijk. De bovenlucht in deze regio is erg koud, min 28 graden. En dat bij zeewatertemperaturen van een graad of 18, dat betekent 46 graden verschil. En dat is ruim genoeg voor het laten ontstaan van een aantal buien en mogelijk ook met een klap onweer. Vanavond dan neemt dus de bewolking toe. Er staat een vlagerige wind uit het zuiden tot zuidwesten, bovenlandmatig windkracht 4 en aan zee krachtig en uiteindelijk later in de avond ook harde windkracht 6 of 7. Koud is het niet, met temperaturen rond een graad of 20. Vannacht dan daalt onder de bewolking de temperatuur niet heel veel. De minima liggen voor de nacht tussen de 17 en de 19 graden. En aan het eind van de nacht dan bereikt het koufront uiteindelijk het uiterste westen van het land. Vandaar dat daar ook de druppjes staan. De opklaringen mogelijk morgenochtend nog in het uiterste oosten. Morgen dan trekt het koufront dus uiteindelijk van west naar oost over het land. In het noordwestelijk kustgebied mogelijk met eh, ook zware tot misschien zelfs zeer zware windstoten op de Waddeneilanden. Het is allemaal zeer kortstondig, is het koufront eenmaal voorbij, draait de wind naar het westen en neemt iets in kracht af en gaat het ook breed opklaren. Uiteindelijk is het dan smiddags vrijwel overal droog, alleen in het noorden, noorden van het land kunnen opnieuw enkele buien vallen en zoals ik daar straks al aangaf mogelijk met een klap onweer. De temperaturen die hier staan, dat zijn weliswaar de maxima van morgen, maar die worden dus vroeg in de ochtend gehaald. Uiteindelijk ligt de temperatuur op de meeste plaatsen rond een graad of 15. Zaterdag weinig verandering overdag. Het is wisselend bewolkt, verspreid valt een enkele bui. Temperaturen dan tussen de 15 en lokaal misschien 17 graden. De wind neemt wel in kracht af. Is dan meestal matig bovenland, windkracht 3 of 4 aan zee nog vrij krachtig. Zondag dan krijgen we te maken met een depressie en dit gedeeltelijk ook maandag. De koers daarvan is nog uiterst onzeker, waardoor ook het weer nog vrij onzeker is. Waarschijnlijk krijgen we wel te maken met bewolking en enige tijd regen met temperatuur rond een graad of 15 trekt de depressie recht over ons land heen. Dan zullen we eerst een zuidwestenwind hebben die aan zee stevig kan zijn met in de nacht naar maandag mogelijke stevige noordwesten aan zee. En in de loop van maandag dan, neemt, dan trekt de depressie weg, wordt het snel rustiger, neemt de wind een kracht af en trekken ook de regen en de buien weg. In het temperatuurplein is wel te zien dat het de komende periode een stukje koeler gaat worden. Zondag, afhankelijk van de depressie, nog misschien lokaal een warme dag. De onzekerheid is heel groot en dat komt allemaal dus door die onzekerheid in de precieze koers van die depressie. Maar vanaf volgende week, met name vanaf maandag, lagere temperaturen, geleidelijk oplopend naar mogelijk later in de week regionaal 20 graden. De nachten worden wel een stukje koeler en waarschijnlijk blijft hij die, die dagen ook grotendeels droog. We zien het grote verschillen tussen de temperaturen s'nachts en overdag. En dat betekent over het algemeen rustig weer, met opklaringen en waarschijnlijk ook grotendeels droog. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.